Ik ben Geeske Roorda, ik ben webredacteur bij Pschoosnet en ik wil het graag met jullie hebben over het belang van het hebben van naasten. Ik merk namelijk dat ik heel vaak in mijn omgeving hoor dat naasten belangrijk zijn, maar vaak wordt er vanuit gegaan dat naasten familieleden zijn. En dat hoeft helemaal niet per se, want iedereen kan naasten zijn, daarvoor hoef je echt geen bloedband met elkaar te hebben. En ik verwonderde me daarover. En ik dacht van, ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Ik heb zelf weinig familieleden als naaste. Ik heb wel familieleden. Ik heb mijn eigen familie. De mogelijkheden daar zijn gewoon heel beperkt. Dus ja, als je het hebt al familie als naaste, blijft dat gewoon een heel moeilijk punt. En niet iedereen heeft een veilige jeugd gehad. Niet iedereen heeft naasten waar je op kunt leunen. Niet elk familielid wil naaste zijn. Niet iedere familielid kan naaste zijn. Je kunt gewoon echt met trauma te maken hebben, wat ontzettend binnen families kan heersen. En ja, dan is het maar de vraag of je daar, ja, het zijn je naasten, maar kun je er ook op leunen en kunnen zij iets voor je doen en staan ze ook naast je? Ik heb zelf ervaren dat het niet vanzelfsprekend het geval is. Maar ook daar heb je te maken met dat mensen wel heel graag voor iemand willen zorgen, maar het vaak ook gewoon niet begrijpen. Dus dat is ook nog een categorie waar we mee te maken hebben. Dat mensen gewoon wel willen, maar gewoon echt niet kunnen begrijpen wat nou een depressie is. En zeker als je de jaren over doet in de GGZ om een, ja, om een diagnose, om een label te krijgen, om het zo maar te zeggen. Dan kan dat tot heel veel onbegrip leiden in je omgeving. Omdat ze gewoon niet begrijpen waarom jij je zo gedraagt. Waarom ben je inactief? Stel je voor, hè? Ik was heel, heel depressief, ontzettend depressief. Dan kan het gewoon voorkomen dat men met een bezem bij komt staan en gaat zeggen van ja, stel je niet zo aan, pak die bezem en ga weer wat doen. Dat is helpend bedoeld voor je partner misschien, maar voor de persoon zelf kan dat echt heel moeilijk overkomen. En dat voelt ook niet als begrip als mensen dat tegen je zeggen. In dat opzicht kan de relatie met naasten echt ontzettend lastig worden als je zelf te maken hebt met een kwetsbaarheid. En dan maakt het niet uit wat voor kwetsbaarheid het is. Alles heeft gewoon zijn, ja, effecten. En je krijgt er altijd gewoon mee te maken. En ja, het kunnen opbrengen van begrip is gewoon heel belangrijk. Ik heb twee naasten. Ik heb twee naasten die heel belangrijk voor me zijn. Dat is mijn partner. Dat is geen bloedverwant, maar wel mijn partner. Dus natuurlijk hartstikke, hartstikke belangrijk. Dat is Jort. En ik heb een hele goede vriendin Esther. Die ook al jaren naast mij staat. En we staan ook naast elkaar. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, als ik naar mijn partner kijk en zie wat hij heeft gedaan in de afgelopen jaren, is dat ontzettend veel geweest. Hij heeft ontzettend veel voor mij gedaan. En in die allereerste tijd dat ik ontzettend heftig depressief was en ik nergens de zorgen in kwam en dat een hele bizarre situatie was, kon ik ook niet meer thuis zijn. Ik verdroeg dat helemaal niet meer. En toen heeft hij uiteindelijk voor mij een caravan op een camping neergezet. Onze mooie eigen caravan. En daar hebben we toen een seizoensplek van gemaakt. En daar heb ik toen de hele zomer gebivakkeerd. Elke keer als ik ging nog wel deels naar mijn werk. Dat nog wel. Ik functioneerde niet. Ik was niet productief, maar ik was daar nog wel. En daarna was ik altijd zo moe. Dan kon ik niet eens meer opbrengen om naar huis toe te rijden. En dan ging ik naar de caravan toe en dan sliep ik daar de hele middag. Ik was er dan om 12 uur en dan sliep ik daar tot 6 uur en dan ging ik daarna nog naar huis toe. En hij heeft dat gesteund en hij heeft dat gedaan. En ik denk niet dat heel veel mensen dat op die manier zouden hebben gedaan. Ik had een pasgeborene en ik had er een van anderhalf jaar thuis. Een piepjong gezin en ik viel er eigenlijk helemaal uit. En dat was zwaar, heftig. Dat is niet hoe je wil en dat is ook niet hoe je dat hebt voorgesteld. Het mooie idee is van een gezinnetje hebben, gewoon lekker thuis zitten. En je bent er en de ideale moeder en die rol, maar dat was voor mij echt op dat moment niet besteed. Dat ging helemaal niet. Maar heel langzaam door die ruimte die ik daar gekregen hebben we dat gewoon gered. En op die manier heeft hij altijd naast me gestaan. En ja, dat is een naaste. Een naaste is iemand die met je meegaat en die dat soort dingen doet. En die je ook volhoudt wanneer het moeilijk is. Want het wordt moeilijk. Het is gewoon hartstikke moeilijk. Ja, en als ik nou mijn beste vriendin krijg, Esther. En als je een stukje verder in de tijd krijgt.
Zij was er altijd. En op een gegeven moment werd ik heel erg onrustig. En ik wist natuurlijk niet dat ik een bipolaire stoornis had. En nee, andere dingen, CPTS. En, ik heb gewoon zo'n aantal labels. En op zich, die labels zijn helemaal niet belangrijk. Maar het gaat wel om het gedrag wat daaruit voortkomt. En ik was eigenlijk daar gewoon, gewoon manisch. En ik wist dat gewoon niet. En ik was zo rustig, ik hield dat ook niet meer uit. Op een gegeven moment, ook in overleg met mijn partner, hebben we besloten om mij te laten gaan. Om mij los te laten. Omdat ik gewoon niet meer kon functioneren. Het was te veel onrustig. Ik kon het thuis. Ik moest weg. Dus toen hebben acuut Esther en ik de tent ingepakt. De auto ingepakt. Heeft ze vrijgenomen. En ze hebben afgezet naar Zuid-Frankrijk. Puur om ook wat rust. Om wat energie eruit te laten. Om die onrust kwijt te raken. Ja, achteraf gezien niet de meest logische actie natuurlijk. Het is niet. Het is geen goede tegenmaatregel, maar ja, dat weet je niet. Als je niet weet wat je hebt, dan ga je echt dingen zoeken en dan ga je dat gewoon proberen. En zo zijn we op vakantie geweest. Ja, het duurde niet zo lang, 24 uur. Toen kreeg haar moeder een beroerte. En toen werd ik weer haar naaste in die toestand. Dus ja, je moet er gewoon voor elkaar staan. Naaste is dat je eigenlijk altijd voor elkaar klaar staat, in welke situatie het ook is. En Esther en ik hebben gewoon een hele bizarre situatie is gewoon als naast elkaar gestaan. Als we beide aangedaan waren door een kwetsbaarheid, dan hebben we gewoon daarin naast elkaar gestaan. En dat is wel, dat is heel bijzonder. Dat heb je niet met iedereen. Toen we net in Zuid-Frankrijk waren, heb ik daar vanuit mijn toestand de touwtje weer echt helemaal in handen genomen. En zijn we echt binnen een uur weer vertrokken. En ik ben in één keer teruggesjeest met haar naar Nederland toe. En echt mijn energievolle toestand was echt heel helpend daarbij om zo heel snel terug te komen in Nederland. Het was niet, ik zou het niemand aanbevelen om te gaan doen. Het was echt niet goed. Maar ik heb dat wel gedaan. En in Nederland stond mijn eigen partner Jort weer klaar om haar verder te brengen naar haar eigen woonplaats. En op die manier staan we allemaal klaar voor elkaar. Op die manier zijn we gewoon eigenlijk allemaal elkaars naasten. En hebben we elkaar ook nodig. En ik denk dat dat het mooiste is van naasten zijn. Familie zijn is, daar heb je familieband. Maar als je een naaste hebt, en vaak zijn dat het degene met wie je een bloedband hebt, maar dat hoeft niet. Als je echt naaste hebt, dan sta je naast elkaar en dan help je elkaar en dan ben je daar echt. En dan hoef je geen familie voor te zijn. Iedereen kan je naaste zijn en ook jij kunt naaste worden van iedereen. Het is heel wederkerig eigenlijk. Het vraagt om een stukje vertrouwen. Het vraagt erom dat je bereid bent offers te maken. Voor iemand anders. Om er te zijn. Om te helpen. Iedereen heeft ruimte om te helpen. Iedereen kan wat betekenen voor iedereen. En dat vind ik mooi van naasten. En dat zou ik ook willen benadrukken. Iedereen kan naasten worden. Iedereen kan iets vinden. En je hoeft geen familie te hebben om naasten te hebben. Je kunt altijd mensen om je heen hebben. En ja, dat is belangrijk. Je bent niet alleen. Heb je geen familie? Ja, shit, balen. Ja, dat kan je ervan zeggen. Maar je bent niet per se alleen. We doen het samen. Er zijn andere mensen die er voor jou kunnen zijn en voor wie jij wat kunt betekenen.